Dit is zo'n schilderij, gemaakt door de naamgever van het museum, Jan Heesters. En in eerste instantie lijkt het niets met de Tweede Wereldoorlog te maken te hebben. Mies van Opperij heeft hier in de oorlog ondergedoken gezeten. Zij was kunstschilder in Amsterdam. En zij heeft daar Joodse kinderen geholpen, ondergebracht in verschillende gezinnen. Op een gegeven moment is zij verraden en zij heeft gedacht, ik ga naar mijn oom, die woont in Schijndel. Haar oom was niet thuis en toen is ze bij Jan Heesters terechtgekomen. En zo kreeg Corine veel kunstwerken binnen. Vaak ook gewoon lieflijke werkjes waarin de oorlog ver weg lijkt. Ja, de schilderijen zijn in opdracht gemaakt. Bijvoorbeeld een bruidsboeket wat geschilderd is. Er werd ook gewoon doorgetrouwd. En dan werd dat cadeau gedaan tijdens het huwelijk. Terwijl Schijndel vooral aan het eind van de oorlog helemaal in puin geschoten werd. Dat herinnert ook Jos van Roesel zich nog levendig. Van haar ouderlijk huis was niet veel meer over toen ze na dagenlange beschietingen uit de schuilkelders kwamen. Ja, niks is puin. En een heel hoop kruiddamp, rook zou ik maar zeggen. En Duitsers die dood waren en ook mensen uit de buurt die er lagen. Dus dat was wel dramatisch. Het schilderij en het verhaal van mevrouw van Roesel zijn vanaf 6 juli in de expositie van het museum Jan Heestershuis in Schijndel te zien.